Goedenavond allemaal. Na 3 weken bloed, zweet en tranen komt er een einde aan Balo Steengoed. De kunstwerken worden officieel gepresenteerd en jullie zien het onder massale belangstelling. Ontzettend hard gewerkt hebben ze. En dat vind ik mooi dat dat ook de mensen dat kunnen zien, hoe hard je moet werken om een beeld te maken. Dat het niet voor niks komt. Nou, dat het niet eventjes zo maar... uit de mouw geschud wordt. Ja. Dat vergeten mensen wel eens als ze naar kunstwerken kijken. Ik kom met tegelen, maar ik vind voor kunstwerken vind ik altijd mooi. Ja, dat maakt het dorp. Ja. Vooral vanwege de knopen en zo, ja. Ja, inspiratie uit de harde werkers. Ja, dat inspireert me. Heeft u een kunstwerk waarvan u zegt, nou daar kijk ik met veel bewondering naar? Vind ik heel mooi. Ja, ik vind het kunstwerk van de Japaner erg mooi. Het tweede van Hans Reinders. Want dat is een favoriet van mij. Waarom? Ja, de vormen. Ja, ik vind de vormen heel mooi. Ja. De laatste dag van Balo Steengoed is in volle gang. Hoe kunnen we nou zorgen dat de kunstenaars met een goed gevoel terugkijken op die 3 weken? Nou, we gaan ze verrassen. Even kijken of ze hier bij de bakker weten wat nou een typisch streekproduct is. Goedemiddag. We zijn op zoek naar een typisch streekproduct vanuit Balo hier. Vanuit Balo. Ik heb de Baloese koek bij ons. Is een typisch Baloes gebak wat bij ons verkocht wordt. Ja. Heeft u er toevallig nog 6 voor de kunstenaars van Balo Steengoed? Ja, ik heb er nog wel een paar op voorraad liggen. Ja, zal ik er even eentje pakken? Ja, graag. Ik ben wel ondertussen heel benieuwd. Hey, dit is een Baloese koek. Is gemaakt met appels en rozijnen en noten en cakebeslag. En het is onze specialiteit van het dorp. Dus... Het is ook echt, het smaakt ook echt naar Balo. Ja, het is typisch Balo. Ja, er zit een mooi doosje om waarop staat wat erin zit. En een stukje tekst over de geschiedenis waar de Baloese koek uit ontstaan is. Het refereert naar de kook, de carnavalsvereniging. Ja, het refereert inderdaad naar de kook, naar de carnavalsvereniging. En zodoende hebben wij daar een product omheen ontwikkeld. En is de Baloese koek ontstaan. En het vindt gretig aftrek hier? Ja, het wordt veel verkocht. Ook voor mensen die een kleinigheidje als een presentje mee willen nemen. Of bij de koffie of als toetje na het avondeten. Het wordt eigenlijk bij alles geserveerd. Zo. De laatste dag van Balo Steengoed. We gaan de Boldense kook aanbieden. Ik hoop niet dat ze het al te letterlijk nemen, de kunstenaars. Maar, Boldense kook, het Engels, wie weet. Nou. We have a special local product for you. De Boldense kook. Cook, home cook. Thank you very much. Some apple? Ja. Yeah. I like very much apples. The people call me here Apple Man because I ate 3 or 4 apples a day. Yes, it's true. And you like it? Yes, delicious. Thank you. And? Very, very, very good. Nice, thank you.
Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. En? Very good. Very delicious. The last week was hard because we must finish the work, but we have a big chance. I'm sorry, because the type of weather was very good. It was very big chance. Yeah. It's okay. I do my best. So you're gonna miss Barlow? Of course, of course. I don't think the Barlow miss us because we make so many noise and dust in the. Yes, of course. We spend 3 weeks here. Very strong time working, party, drinking, talking. It was very intense, very, very good, very strong. I look at Barlow city view and thinking, so I have this plan and make this sculpture, yes. But could you tell me about Barlow and the people here? People are very kind, very nice, and always take care of artists, the feeling, yes. And here, many nature and foster, yes. I like Barlow. Barlow is een kunstdorp. Er staan heel veel kunstwerken van Tajiri. Zijn dochter Giotta sprak ik en zij vertelde over hoe zij het project ervaart. Ja, het is een geweldig project. Het is natuurlijk ongelooflijk om getuige te kunnen zijn van het ontstaan en het hele werkproces van al die beelden. Hè, normaal zie je een beeld en dan is het af. Maar je hebt geen idee, of tenminste, hè, er zullen mensen zijn die geen idee hebben wat daaraan vooraf gaat voordat een beeld klaar is. En zeker een stenen beeld. Ja, dat is een nogal zware fysieke activiteit. En u komt denk ik geregeld langs hier met de hond? Ja, ik kom zo vaak mogelijk langs met de hond. Ja, en dan kijk ik even hoe het gaat. Ja. Hoe vindt u het, dat Barlow nieuwe kunstwerken krijgt met die kunstwerken van uw vader erbij hier? Ja, nou wat heel bijzonder is, als ik dan even terug mag grijpen. He, dat in 1992 hebben een aantal ondernemers in Barlow het initiatief ontwikkeld om het begin te maken van een beeldenroute. Het bijzondere van die beeldenroute was dat het allemaal in Barlow ook geproduceerd is. He, het is gegoten bij Gerards. En om dan nu, 26 jaar later, dit eerste initiatief van een internationale beeldhouwsymposium hier in Barlow te hebben, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat dit dan ook blijvend geplaatst wordt, ja, dat zet Barlow ineens ongelooflijk op de kaart. Dus ja, het is fantastisch. En wat ik vooral ook wil benadrukken, is dat nu de betrokkenheid van het dorp, alle mensen, alle vrijwilligers, alle bedrijven, de techniek, komt allemaal uit Barlow. Dat is natuurlijk ook wel heel speciaal. Dat je dat niet van heinde en ver moet halen, maar dat gewoon iedereen hier in het dorp daar een onderdeel van is. Dat vind ik ook uniek. En dat het zo breed gedragen wordt. En van de beeldhouwers heb ik ook begrepen dat ze ongelooflijk onder de indruk zijn van de Barlowse bevolking en de verzorging die ze krijgen. Want ze worden zelfs gemasseerd. Dus dat is geweldig. Wat zou je vader ervan hebben gevonden? Die zou het helemaal geweldig gevonden hebben. Hij was natuurlijk als beeldhouwer altijd betrokken bij ook andere beeldhouwers. En ik denk dat hij dit zeer zou waarderen, dat zoiets in Barlow plaats kan vinden. En er is natuurlijk een hele geschiedenis, een hele periode aan vooraf gegaan. En dat Barlow nu als kunstdorp dan op de kaart komt, ja, dat is alleen maar geweldig. Ja. We hebben nog verschillende kunstwerken van uw vader hier in Barlow staan. Ja, eentje, daar is iets mee gebeurd afgelopen jaar. Wat vindt u daar allemaal van?
Nou, ik hoop, de gemeente is nog bezig om dat allemaal in kaart te brengen. En het was het grootste beeld. Ik vond het mooiste beeld. Het was de entree naar Baarlo, vanuit het veer. En ik hoop dat het terug kan komen. Alleen is het beschadigde beeld, gietijzer is niet te lassen. Dat is niet te repareren, dus dat moet vernietigd worden. En zal er dus gezien moeten worden hoe dat, hoe dat dan terug kan komen. Maar daar weet ik verder niet hoe dat nu zit. Echt iets van de gemeente? Nou ja, zij zijn dat nu aan het onderzoeken. Kijk, ik vind het belangrijk dat het beeld is in de tijd. Alle beelden zijn specifiek voor Baarlo gemaakt. Zijn ook voor de Baarlose gemeenschap. Dus ik hoop als ze het oplossen, dat het dan ook weer hier in Baarlo terugkomt. Het zou mooi zijn als dat tegelijkertijd hier met deze kunstwerken dat zou kunnen. Natuurlijk het mooiste zijn, ja. Want het is natuurlijk hartstikke zonde. En nu, die werken van mijn vader in combinatie met alle nieuwe beelden die erbij komen, ja, wordt het natuurlijk een prachtige beeldenroute. Naast kunst hier in Baarlo ook elke uitzending aandacht voor kunst in Pelemaas. We gaan vandaag naar Panningen, naar een kunstwerk van Ans Joosten. We staan hier, zitten eigenlijk dus, hè, in het park in Panningen bij de Rieterlaan. Daar ligt De Neus. De Neus is een werk van Ans Joosten samen met haar buurtgenoten. Ze hebben dat in een project gemaakt, verschillende jaren geleden, toen er een project was, Toonje Kunst. En binnen Toonje Kunst is dit gemaakt, waren nog verschillende andere werken. En die werken samen maakten toen een tijdelijke route. Nou, ik ben blij dat dit werk Socialide is gemaakt. Dat het gewoon nog steeds in het straatbeeld ligt. Van dichtbij krijg je ook het idee van, goh, ik wil even voelen hoe het gemaakt is. Het lijkt net of er een stukje van een reus ligt. En dat is gewoon heel grappig. Werk van Ans Joosten is daarnaast ook te zien in Grevenbroeg. Vanaf 27 juni is er een expositie van haar samen met Gerion Riedel. Een kunstenaar van Grevenbroeg, partnerstad van de gemeente Pelemaas. Waar dus echt een dubbele expositie te zien is tot eind augustus. Daarna komt dat naar Nederland. De precieze plek waar die expositie te zien is, heb ik nog niet vernomen. Maar wel iets om in de gaten te houden. Wilt u nog iets zien van Ans? Nou, er zijn diverse mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het beeld wat staat als je in Dok 6 Momus verlaat en naar het theaterfoyer gaat. Wat daar voor prachtige rondingen in het mergelwerk zitten. Echt heerlijk. U kunt bijvoorbeeld ook zeggen van ik ga naar de kasteeltuinen in het kunstweekend. Dan staat ze daar in collectief met andere kunstenaars te werken een heel weekend lang. En ja, is ze dus ook gewoon, kunt u ook gewoon vragen stellen. Heel erg leuk, heel erg gezellig in de mooie omgeving van Kasteeltuin Arsen. Zegt u van, dat is me goed bevallen, ik wil echt zien hoe dat werkt. Een keer een bezoek brengen aan haar atelier. Is wellicht ook mogelijk, gewoon in Panningen aan de Loosteeg. Lab Del Art, een fantastische groep mensen is daar aan beeldhouwen. En het was het Baarlo Steengoed voor vandaag, donderdag. Dan zijn we er nog één keer. En dan onthullen we officieel de kunstwerken en blikken we terug op Baarlo Steengoed. Heel graag tot donderdag. Fijne avond.